Bezoekers aan het casino van Hotel Torarica zijn vandaag geconfronteerd met een bekendmaking dat het casino per heden gesloten is. In een persbericht laat het Torarica Resort weten dat het casino dat vanaf de jaren 60 operationeel is, per 30 oktober officieel haar deuren sluit. Medio dit jaar heeft de directie in overleg met de Raad van Commissarissen besloten tot de sluiting. De belangrijkste reden is de negatieve bedrijfsresultaten van de afgelopen 5 jaren, ondanks de vele investeringen van circa $1 miljoen die de Torarica Group heeft gepleegd. Voor het personeel is een sociaal plan opgesteld voor plaatsing binnen het resort.